president Chandrika Prasad Santokhi heeft op het terrein van het jeugdcorrectiecentrum JCC een kunstgrasveld geopend. Bij deze gelegenheid op dinsdag 15 december 2020 zei het staatshoofd dat het belangrijk is om alle schakels te identificeren in de justitiële keten en daarin te investeren. De regering werkt volgens het staatshoofd niet naar de volgende verkiezing, maar naar de volgende generatie. De president heeft in 2009 als toenmalige minister van Justitie en Politie de eerste steenlegging verricht voor de bouw van het jeugdcorrectiecentrum. De oorsprong van projecten van de KNVB met jonge delinquenten ligt bij het project van Stichting Suriprofs in 2008, waarin ondersteuning werd gegeven aan de stichting Young in Prison, dat toentertijd onder leiding stond van mevrouw Wendy Dissels. Suriprofs ondersteunde met materiaal voor sport in de gevangenis en door clinics met de jonge gedetineerden als Suriprofs in Suriname waren. Zo hebben Suriprof-spelers als Aaron Winter, Stanley Menzo regelmatig gesport met de jeugd hier in detentie. Daarbij werd ons steeds duidelijk dat de jongeren in een niet respectabele accommodatie zaten en dat sport voor hen belangrijk was om energie kwijt te raken en om te wennen aan het samenwerken met anderen in sportverband. Ik bedank het Korps Penitentiaire ambtenaren van wie ik de reorganisatie mag leiden. En dat wij deskundig PA's hebben, die trekkers zijn geweest, die subaannemers zijn geweest zonder betaald te worden, en de gedetineerden, die hebben hier gewerkt. Wij danken de poorten, het stond helemaal hier zo, je kon zo naar binnen lopen, vandaar dat de eerste keer hier zo de zaak gekaapt was. Ga er niet op in, die hebben we teruggenomen, want het is voor de kinderen. Maar met weinig geld wat op het budget was, hebben we toch ervoor gezorgd dat geleidelijk aan toch wel met bijdrage we gerealiseerd hebben. En wat hebben we gedaan? De twee eerste gebouwen, dat zijn deze twee, die hebben we helemaal gerenoveerd en daar zit de school in. Dus dat betekent dat die kinderen die in Santo Boma zitten, dat we ze graag hier willen hebben, want hier is hun plek. Hier horen ze niet in die grote gevangenis. En dat deze kinderen, waar ik erg blij om ben dat we gerealiseerd hebben, met dank aan alle donoren. UNICEF heeft hier een mediatheek opgezet. Er is een vrijwilliger die ze les geeft. Het onderwijsprogramma is een regulier onderwijsprogramma met het ministerie van Onderwijs. Want wat wij niet toestaan, is dat er mensen zijn die onze kinderen gebruiken als, om zichzelf te laten doen blijken. Nee, ze zijn niet zielig. En waar het om gaat, de kinderen, en dat was in januari, hebben we de school geopend. We hebben school geopend, toiletten, de poorten zijn gemaakt, geleverd door een aantal bedrijven hier in Suriname. De eerste poort hier komt van een donor die liever niet genoemd wil worden. En die tweede poort komt van door zo'n constructie. Heel zwaar, we hadden het niet kunnen betalen. En we hebben het hier. Met een team van KPA. Ja, en wat we nu hebben, is dat die kinderen elke dag, en ik heb erop gestaan, precies zoals we dat hebben gedaan in Opa Doelie. Die kinderen binnen doen niet anders, komen niet anders naar school dan de kinderen buiten. Dus die kinderen komen elke dag in uniform. Elke dag komen ze in uniform en er is geen verschil tussen de kinderen die hier aan de overkant op een openbare school zitten. Elke ochtend komen ze naar school en daarna gaan ze terug. Maar president, ministers, we willen ze niet terug daar. Ik doe een beroep op u. Ik wil ze, niet ik. Wij zijn verantwoordelijk dat ze
hier op een manier gehuisvest worden. De woonunits die er zijn, die toen de tijd in uw tijd hebben we het opgezet. Dat ze het verwaarloosd hebben, kijken we niet terug. Laten we naar voren kijken, toekomstgericht. En zeggen dat wij gaan zorgen dat deze woonunits in orde worden gemaakt voor die kinderen. De woonunits waar ze in horen. Een medisch centrum wat ze toekomt. School hebben we. Ja? Maatschappelijke zorg die hier gehuisvest wordt. Een team van KPA mensen die hier begeleiding doen. En niet daar. Maar die hier werken. In 2016 hebben wij het op ons genomen om mee te werken aan het treffen van de nodige maatregelen ter uitvoering van wat er in het wetboek van strafrecht werd opgenomen voor wat betreft de alternatieve afdoening van strafzaken en een pilot te starten voor de kinderen. En dan blijkt dat er heel gauw geen financiën beschikbaar zijn om het nodige te kunnen doen. En in 2016 is er een donororganisatie in Suriname, en wel de Europese Unie, die voor 6 Caribische landen, inclusief Suriname, aan een projectdossier werkt ter versterking van de rechtsstaatbeleving. En wij van het Openbaar Ministerie hebben geroepen om daarvoor het JCC budget voor te creëren. Tussen 2016 en vandaag zijn stappen voorwaarts gemaakt. Helaas is er nog niet echt beslist tot het beschikbaar laten komen van gelden voor JCC, maar het is in de pijplijn en er is licht aan het eind van de tunnel. We hopen heel binnenkort te weten te komen welk budget besteed kan worden voor JCC op het stuk van het ontwikkelen van curriculum, om naast het regulier onderwijs ook nog curricula klaar te maken voor onder andere, ik noem er maar een paar, expressievakken, sport en spel, om er een paar te noemen. En zo zijn er nog een aantal deelgebieden met het doel om de pupillen die hier binnenkomen zoveel meer kennis en vaardigheden bij te brengen, opdat wanneer de dag daar staat dat zij van hier vertrekken, zij met veel meer kennis van zaken, veel meer inzichten en vaardigheden kunnen vertrekken om niet nog eens terug te komen in de armen van politie en justitie. Jongeren vaardigheden bijbrengen om hen in staat te stellen deel te nemen aan het arbeidsproces en ondernemerschap. En dat jongeren kunnen leren lezen, schrijven en optellen. Het is daarom dat ik het project Alternatieve Straffen een warm hart toedraag. Het wetboek van strafrecht biedt een juridisch kader om jeugdige minderjarigen die strafbare feiten van geringe ernst hebben gepleegd via een alternatieve aanpak van een strafblad te onthouden. Ze kunnen deelnemen aan leer- en werkprojecten en zodoende dus verdere insluiting en of vervolging te voorkomen. Dit model van afhandeling van strafbare feiten is niet eerder gehanteerd in Suriname. De commissie is geïnstalleerd en ik kijk uit naar hun verrichtingen en aanbevelingen. Kinderen horen niet thuis in een gevangenis. Kinderen horen niet thuis achter muren. Wat doe je als ze toch een fout begaan hebben? Dan moet je hen op een verantwoorde wijze gaan bejegenen. Zonder dat zij in de toekomst het slachtoffer, nog een keer het slachtoffer moeten gaan worden. Want wat we net gezien hebben hierachter en om ons heen, dat zijn die fysieke muren die gebouwd worden. En heel prachtig, zegt mevrouw Afton, ja, ze moeten op dezelfde wijze hier op school gaan. Als die school over die muren, met hetzelfde uniform. Maar het verschil is wel dat een muur hun scheidt. En als ze eenmaal
wat traject doorlopen hebben, tot en met resocialisatie. En dat is waar wij als mensen, als samenleving voor verantwoordelijk moeten zijn. Dat wij geen andere muren voor hun gaan bouwen in de samenleving. En dat is wat er nog steeds gebeurt. Want wat moet u als eerste brengen als u gaat solliciteren? Goed gedrag. En wat gaat daaruit blijken? Weg. Hij moet ook naar die barrières kijken. Wetten maken, dingen aan tijd verbinden. Dat ook vonnissen. Na een bepaalde tijdsperiode, minister PG, moeten kunnen expireren om mensen een nieuwe kans te geven in de maatschappij. Of dat ze een andere status krijgen.